Welkom bij A2 Actueel. Momenteel wordt er in de A2-tunnel hard gewerkt door verschillende teams. En zo zijn de wegenbouwers bezig met het aanbrengen van de uitvullagen. We brengen een uitvullaag in de tunnel aan om de juiste wegverkanting in de rijbanen te realiseren. Dit is vooral nodig om bij hoge snelheden in de bochten een comfortabel weggedrag te creëren. Tevens zorgt de verkanting dat het water naar de putten stroomt. Oké, en waaruit bestaat die laag? De uitvullaag is van Agrak. Een agrak is een mengsel van asfaltgranulaat. Dit is de zwarte bult die op geuzelt ligt. Daar wordt zand, cement en water aan toegevoegd. Dit wordt in de menger gemengd op geuzelt. Vervolgens wordt het materiaal de tunnel ingereden en verwerkt. En is dat dan ook de definitieve asfaltlaag? Nee, dat is niet de definitieve laag. Er komen nog 3 lagen asfalt op. De eerste laag volgt 24 uur na het aanbrengen van de agrak. Vervolgens de tussenlaag die volgt als de hele tunnelbuis gereden is. Zit het asfalteren er dan ook op? Nee, we moeten ook nog de deklaag draaien, maar die draaien we zo laat als mogelijk. Als gevolg van andere werkzaamheden kan de deklaag beschadigen en dat willen we voorkomen. Enkele weken geleden kon u zien hoe de brandweer straks hulp verleent in de A2-tunnel. En vandaag gaan we een kijkje nemen bij het aanleggen van de blusleiding. Waarom is het nodig om een blusleiding in de tunnel te leggen? Nou, dat is als er calamiteiten zijn in de tunnel en dat de brandweer snel ter plekke is. Dat ze water kunnen pakken op de plekken waar het nodig is. Dus we hebben in totaal kunnen ze op 173 punten in de tunnel kunnen ze water pakken. Ja, want hoeveel kilometer blusleiding komt er te liggen? In totaal komt er in de A2 komt 2,3 kilometer blusleiding te liggen. In de N2 komt 1,9 kilometer blusleiding te liggen. En in totale tijd met de dienstgebouwen erbij is het ongeveer 5 kilometer aan blusleiding wat er in de tunnel komt. Okay, en hoe kan de brandweer straks bij die blusleiding? Nou, in de ruwbouwfase met betonstorten zijn in de wanden zijn sparingen gemaakt. Daar komen straks hulpposten in te zetten. Die komen er dus 173 in te zetten in de tunnel. En iedere hulppost heeft 2 aansluitingen voor de brandweer om aan te koppelen. Kan het gebeuren dat het bluswater opraakt? Nee, in dienstgebouw Noord hebben we een blusbassin zitten, een waterbassin. En dat is een bak van 133 kub. En mocht het water opraken, dan wordt die automatisch bijgevuld door het WML. Het aanleggen van de leiding gebeurt door mannen in wit en beschermde pakken. Is het dan ook gevaarlijk werk? Nee, het is wel gevaarlijk werk op het moment dat ze het aan elkaar verbinden. Dat noemen ze lamineren. Dan komt er een giftige stof bij vrij. Maar dat is echt alleen maar tijdens het verwerken van het proces. Daarna is het niet meer schadelijk. Dit was A2 Actueel. Wilt u meer weten over de werking van de tunnel? Kijk dan op a2maastricht.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.